Misschien moet ik iets nieuws proberen. Tiny Power! Woehoe! Dit is echt superleuk! De anderen weten niet wat ze missen. Oké, maatje. Kun jij me naar Pietjes brengen? Tiny Power! Kom op! Gevonden? Nee, laten we maar ergens anders gaan kijken. Ik heb ook een paar schoenen gepast. Hier is ze! Ik heb Pietjes gevonden! Tiny Power! Wauw! Shani, je had gelijk. Ze zijn echt betoverend. Wauw. Ik wist niet dat ze allemaal een ander patroon hadden. Ik heb een idee. Laten we allemaal de sneeuwvlok met het mooiste patroon vangen. We gaan ervoor! Ik wil er eentje vangen met een driehoekig patroon, zodat hij lekker sterk en stevig is. Daar! Perfect! Ja hoor, dit is het! Hoi allemaal! Hoe gaat ie daar? Het is al even geleden sinds mijn laatste vlog, dus ik heb vandaag twee bijzondere gasten uitgenodigd om er iets heel bijzonders van te maken. Hallo! Ik ben Lila. Hi, Shani hier. Ik kwam wat oude foto's tegen toen ik vandaag bezig was met mijn kamer op te ruimen. En er kwamen allerlei herinneringen boven. Oh, wauw, deze is leuk. Ik wist niet dat je deze foto had. Weten jullie nog dat we vroeger altijd de mooiste kleren aantrokken voor verjaardagsfeestjes? Ja, en kijk! Lila maakte toen al de allercoolste outfits voor ons. Kijk! Weet je nog dat Shani altijd speurtochten organiseerde? Ja, Shani, jij bedacht altijd van die te gekke en ingewikkelde hints en zo. En je was ook heel erg goed in verstoppertjes spelen, Shani, weet je nog? Jij vond altijd de beste verstopplekken. Dat was echt superleuk! De wereld zag er toen nog gigantisch uit. Dat klopt. En we konden ons overal verstoppen. Dat voelt nu toch wel een tikkie anders. Wat als we verstoppertje spelen? Maar deze keer doen we het Tiny Style. Dan is alles veel groter en hebben we meer plekken om ons te verstoppen. Net als toen we klein waren. Kom op, meiden. Het is tijd voor verstoppertje. Ja, leuk. Wat een goed idee. Tiny Power. 98, 99, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Even kijken. Niet hier. Niet daar. En hier ook al niet. Ik denk dat ik wel
wel weet waar Lila zou kunnen zijn. Tada! Ik heb je! Oh, oké. Dat was ook best makkelijk. Weet jij waar Shani is? Misschien kunnen we haar samen zoeken. Niet hier. Nope, hier is ze ook niet. Shani, ben jij dat? Nope. Shani is blijkbaar nog steeds heel goed in dit spel. We hebben haar bijna overal gezocht. Waar kan ze nou zijn? Het gaat wel. Kijk! Speurtocht hint naar mijn locatie. Soms moet je om dingen op te lossen weer helemaal terug naar het begin toe. Nou weet ik het weer! Shani liet altijd hints achter aan het begin van haar speurtochten. Die we vaak aan het einde pas ontdekten. Oké, Shani. Ik moet en zal je vinden. Nou heb ik je! Goed gedaan, Polly. Zie je? Verstoppertje is nog net zo leuk als toen we klein waren. En jij bent nog steeds de beste, Shani. Dus, welke spelletjes vond jij leuk toen je klein was? Tot de volgende keer. Dag! Dag! Hoi allemaal, Polly hier. En welkom terug bij mijn vlog. Dus, Lila is vandaag een zomerstage begonnen bij een kledingboutique in het winkelcentrum. En ze was super nerveus. Maar gelukkig waren Shani en ik er om te helpen. Lila werkt altijd zo verschrikkelijk hard. Hoe is ze eigenlijk aan die stage gekomen? De kledingboutique is toevallig van een vriend van haar moeder. En hij bood haar meteen een plek aan toen ze haar laatste modecreatie zag. Wow, zo wat cool zeg. Ze heeft er vast heel veel zin in. Oh nee, dit is mijn eerste dag en ik ben nu al te laat. Je hebt nog een heel uur voor je dienst begint. Dat is toch vroeg genoeg? Niet als je je haar nog moet doen en je outfit moet customizen. Relax, wij helpen je wel even. Bedankt meiden. Ik krijg hem maar niet goed. Het ziet er anders goed uit. Ik weet het niet. Ik ben zo nerveus. Hoe kan ik nou mensen helpen als ik mijn eigen outfit dan niet goed kan krijgen? Lila, je bent een te gekke styliste. Je moet op je gevoel vertrouwen. Daar komt vast een klant binnen. Oh nee, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb een idee. Tiny Power. Neem ons met je mee. Stop ons in je zakken en als je dan advies nodig hebt, helpen we je. Meiden, verstonden jullie dat? De winkelmanager heeft me gevraagd om deze schoenen mooi in het rek te zetten. Hoe zal ik dat doen? Oké, dit is een makkie. Je zet ze gewoon op logische, alfabetische volgorde, zoals je ook met bibliotheekboeken zou doen. Dus de blauwe schoenen eerst, want de B komt voor de G van geel. Moet je niet gewoon lekker praktisch zijn? Dus zomerschoenen aan de linkerkant en winterschoenen aan de rechterkant. Maar sneakers zijn niet echt winter- of zomerschoenen. Zie je nou, mijn aanpak is veel beter. Maar dit is geen bibliotheek, Shani. Lila? Ik wist niet dat je hier werkte, Lila. Hoi, mevrouw Pocket. Ik loop hier een zomerstage.
was net bezig met de schoenen neer te zetten. Kan ik je ergens mee helpen? Eigenlijk wel, ja. Ik zoek een nieuwe hoed. Dan laat ik je graag onze hoedencollectie zien. Ik weet niet wat ik van deze kleur vind. De kleur? Natuurlijk! Ik ga even een andere pakken. Johnny, ik zei toch dat hij niet goed was. En wat vind je van die dan? Laten we deze proberen. Misschien is hij wat te groot. Oh. Ik zei al dat hij niet zou passen. Maar die stijl past wel precies bij haar. Oké, hou op! Daar blijven. Het spijt me vreselijk. Misschien kun je me vertellen waar je naar op zoek bent. Ik zat te denken aan een vintage look. Even denken, hoor. Wat vind je van deze? Geweldig! Dank je wel. Graag gedaan, hoor. Gaat het hier? Sorry dat we je in de war brachten, Lila. Ja, en sorry dat we ruzie maakten. Nee, het is oké. Jullie wilden me gewoon helpen. Maar je had gelijk, Polly. Ik moet op mijn eigen gevoel vertrouwen. Meiden, wat vinden jullie hiervan? Ik heb de schoenen neergezet in de kleuren van de regenboog. Wauw, goed gedaan, Lila. Het ziet er waanzinnig uit. Dank je. En ik waardeer het echt dat jullie me wilden helpen. Ik weet dat jullie het goed bedoelen. Jullie zijn mijn allerbeste vriendinnen. Lila deed het uiteindelijk supergoed op haar eerste dag, omdat ze op haar gevoel vertrouwde en geloofde in zichzelf. Oké, ik ga er weer vandoor. Maar denk eraan, Tiny is Miney. Hoi allemaal. Raad eens wie er vandaag langskomt. Mijn oma. En als verrassing ben ik van plan om haar lievelingsappel- en lavendeltaart te bakken. Zijn jullie klaar voor een kookvideo? Oké, dus eerst doe je 100 gram suiker in een kom. En dan 100 gram bloem. Dan snijd je de appels in blokjes. Oh, ik moet zo nog wel even wat lavendel plukken in de tuin. Dat kan oma toch nog niet zijn? Polly, wat fijn om je te zien. Hey, oma. Wat ben je vroeg, zeg? Ik wil vandaag zoveel mogelijk tijd met je doorbrengen. Wat fijn. Ik ook. Kom binnen. Misschien kun jij vast lekker op de bank gaan zitten. Dan maak ik een kopje thee. Lila? Is Johnny bij jou? Fijn, ik heb jullie hulp nodig. Het is een noodgeval. Polly? Zal ik je anders even helpen met de thee? Ja hoor, oma. De kopjes staan daar. Zo snel mogelijk gekomen. Jullie zijn te gek. Ik was bezig om oma's lievelingstaart te maken als verrassing. Maar toen stond ze al voor de deur. Kunnen jullie haar afleiden terwijl ik de taart maak? Komt voor de bakker. Oma, stop! Oh, hallo meiden. Ik was op zoek naar de suiker. Nou, dat regelen wij wel even. Dank je, Lila. Heeft u soms Polly's nieuwste vlogs al gezien? Ja, ze zijn super. Misschien wordt u wel de ster van haar volgende vlog. Oh, maar ik ben geen goede actrice. Maar je bent gewoon jezelf. Vertel anders eens over een van je avonturen. Nou, vooruit dan. Hallo allemaal, ik ben oma Pocket en vandaag zal ik wat gaan vertellen over de tijd dat ik pilote was. In die tijd waren de vliegtuigen veel kleiner. Oh nee, ik
ben de eieren vergeten. Ik was onderweg voor een gevaarlijke reddingsmissie in de bergen. En het was een hele donkere, stormachtige nacht. En doe ik soms iets verkeerd? Oh nee hoor, je doet het goed. Ga vooral door. Zoals ik al zei, het was heel donker en stormachtig. Tiny Power! Het doel van onze missie was het redden van eieren? Ik zag de eieren in dat mandje bewegen. Er is niks vreemds aan de hand met de eieren, oma Pocket. Zullen we de tuin in gaan om buiten wat beelden te maken voor de vlog? Oké. Hey, en waar is Polly eigenlijk? Volgens mij ging die even naar haar kamer om een trui te pakken. We wachten buiten wel op haar. Go Big! Dat ging net goed. Oké, alles zit erin. Oh nee, ik ben de lavendel vergeten. Tiny Power! Woehoe! Oh wauw, deze is veel lastiger te besturen dan een vliegtuig. U doet het super. Strek uw armen uit voor balans. Gaat het wel? Bedankt, meiden. Nu hebben jullie je eigen reddingsmissieverhaal. Volgens mij ruik ik lavendel. Verrassing! Dankzij Lila en Shani lukte het me om oma te verrassen. En de taart is heerlijk. En we hebben ontdekt dat je oma een supercoole vlogster is. Dat is zeker waar, Lila. Oma, wil je ons de rest van je vliegavontuur vertellen? Volgens mij was dat skateboard avontuurlijk genoeg voor één dag. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer. Dag! Hey jongens, het is weer vlogtijd. Ik heb net het meeste gekke avontuur aller tijden beleefd. Geloof je me als ik vertel dat ik net in een schilderij ben beland? Het begon allemaal toen mijn vriendin Shani gisteren op bezoek kwam. Meiden, moet je zien wat ik net gemaakt heb? Wauw, Shani. Wat kun je dat goed, zeg. Ja, hè? Hij lijkt echt sprekend. Dank je wel. Moet je zien hoe knap de ogen gedaan zijn. Hij is echt prachtig. Ik wou dat ik zo kon schilderen. Waar heb je dat geleerd? Het is een mix van online tutorial video's en daarnaast ontzettend veel oefenen. Wil je het ons misschien ook leren? Dan ben je onze lerares. En als je het niet erg vindt, dan neem ik de sessie op als een tutorial voor mijn vlogkanaal. Natuurlijk. Dit klinkt leuk. Laten we de verf en de kwasten gaan halen. Yay! Yay! Hoe gaat-ie? Wel oké, denk ik. Het ziet er al heel goed uit, Polly. Ga zo door. Volgens mij kloppen de verhoudingen nog niet helemaal. Nou, weet je, het hoeft er niet altijd heel realistisch uit te zien, hoor. Je moet gewoon je eigen stijl ontdekken. Nee, ik kan het echt niet. Ik heb hier gewoon geen talent voor. Laat mij je zien. Ik vind het mooi. Geef nou niet op. Precies, ja. En niemand is getalenteerd in het begin. Het draait allemaal om geduld. Heel veel oefenen en heel veel oog hebben voor detail. Misschien heb je een ander perspectief nodig. Huh? Zie je de ogen? Die kreeg ik eerst ook niet goed. Dus zet ik het doek in een andere stand, zodat ik het vanuit een andere hoek kon bekijken en maakte kleine streepjes. Hier, probeer maar. Wacht eens. Over een ander perspectief gesproken,
Zullen we het eens bekijken vanuit Tiny oogpunt? Huh? Ah! Tiny Power! Wow, wat een goed idee, Polly. Het is net alsof we in het schilderij zijn beland. Even zien. Ik denk dat ik eerst de ogen wil verbeteren. Oké, dan pak je een kwast en groene verf. Oh, hij is echt veel te zwaar. We proberen het samen. Ben je klaar? Op drie. 1, 2... Uh-oh. Oeps. Gaat het, meiden? Het is maar verf. Ik ben nog heel, hoor. Polly, kijk uit. Sta stil. Lila, het spijt me vreselijk. Oh. Eigenlijk lijkt het wel een beetje op de streepjes die Shani zette. Ja, je hebt gelijk. Dat is echt zo. Ik heb al een idee. Shani, jij doet de omlijning van het gezicht. Dan haal ik de groene verf voor de ogen. En Polly, glij jij er maar omheen voor het haar. Eentje hier. Eentje daar. Nog eentje hier. En klaar. Cool! Yeah! Go big! We hebben het echt supergoed gedaan voor een eerste keer. Je had gelijk, Shani. Het zit hem echt in de details. Goed gedaan, team! Ik ben super trots op jullie. Ze zijn waanzinnig. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. We zouden graag nog eens een tutorial voor jullie maken. Tot de volgende keer. En denk eraan, Tiny is mighty. Hoi allemaal. Polly hier. En welkom terug bij mijn vlog. Vandaag heb ik een supercoole knutseltutorial voor jullie in petto. Nou, hier komt-ie. Ik ga jullie laten zien hoe je te gekke vriendschapsarmbandjes maakt met deze supercoole kralen. Kralen zoals deze kun je krijgen in alle soorten vormen, kleuren en maten bij je lokale knutselwinkel. Nou, laten we snel beginnen. Even zien. We hebben draad nodig. Waar heb ik dat gelaten? Ah, hier is het! Knip een stuk touw of draad af. Ik gebruik het laatste. Kijk maar. En ik heb een strakke knoop gemaakt onder aan één kant. Op deze manier vallen de kralen er niet vanaf. Je kunt de kralen rijgen in de volgorde die jij wilt. Lila maakt haar armbandjes altijd met een bepaald kleurenpalet in gedachten. Shani maakt graag patronen. En ik kies de kleuren die ik op dat moment mooi vind. Check na een paar kralen de knoop van je touw of draad nog even. Want hij moet goed vastzitten. Heel goed! Perfect! Het allerbelangrijkste bij het maken van vriendschapsarmbandjes is dat je ze persoonlijk maakt. Het armbandje is een herinnering aan je vriendje en de momenten die je samen gedeeld hebt. Oeps! Die raap ik even op. Waar is hij nou? Ik zie hem niet meer. Hoe kan ik die kraal sneller vinden? Misschien dat een ander perspectief me helpt bij het zoeken. Tiny Power! Hij moet hier ergens zijn. Auw! Wat was dat? Huh? Waar komt dit nou vandaan? Oh, ik weet het alweer! Tijdens het laatste schoolreisje zijn we naar een prachtig strand gegaan. Deze schelpen neem ik mee voor mijn speciale verzameling. Kijk nou hoeveel ik er al heb. Ja, en deze gedraaide schelpen vind ik mooi. En jij dan, Polly? Welke schelp vind jij het mooist? Deze hier.
Het was leuk om een schelpenverzameling te beginnen. Ik heb een idee. Ik gebruik deze schelp om er een vriendschapsarmbandje mee te maken. Dit wordt een heel bijzondere armband met dingen die symbool staan voor mijn mooiste herinneringen met Lila en Shani. Lila heeft ooit een van mijn jurken gerepareerd met zo'n soort knoopje. En dit is een reservemoer van een techniekproject dat ik van Shani heb gekregen. Ik kan het niet geloven. Ik dacht dat ik deze steen al lang geleden was verloren. Dit was een gezamenlijk cadeautje van Lila en Shani voor mijn verjaardag. Dat was een hele fijne... Ah! Oh, nee! Oh. Dat was zo'n mooie herinnering. Oh. Wacht eens even. Het is nog steeds een mooie herinnering. En daar kan ik vast nog wel iets van maken. Dit stukje leer is perfect voor de basis van de armband. Ik lijm de kapotte stukjes van de steen erop. Kijk eens hoe mooi die schittert. Nu zetten we de laatste details erop. Eerst de moer. Dan de schelp en de knoop. Hij is klaar. Wat een fantastische vriendschapsarmband. Zie je? Je kunt het gewoon niet fout doen als je een vriendschapsarmbandje maakt. Zolang het maar vanuit je hart komt, zal het resultaat altijd prachtig zijn. Het is zo heerlijk om creatief te zijn en zelfs spulletjes te recyclen. Net zoals bij deze vriendschapsarmband. Hij symboliseert perfect mijn vriendschap met Shani en Lila. En met een stukje steen is mijn zelfgemaakte vriendschapsarmband nog veel mooier. Dit was superleuk! Oké, ik ga er weer vandoor. En denk eraan, Tiny is Mighty. Dag!